Hoi, welkom allemaal. We stappen weer samen op de mat. Mijn naam is Flommer. We starten met een half uurtje Pilates. Je mag komen staan. Ik ga ervan uit dat je je matje al hebt uitgerold. We gaan meteen van start. Een half uur is kort, maar we maken hem krachtig. En je mag plaatsnemen. Met beide voeten onder je heupen. Mag je je tenen ietsje spreiden. En dan mag je wel heel even je ogen sluiten. Want dat grounden, dat vinden van je eerste stand, is toch wel de basis. Kijk maar eens of je het gewicht van jouw hele lijf kunt verdelen over beide voeten. En als je erover twijfelt, dan mag je het gewicht rustig iets van voor naar achter brengen. Dat doe je een beetje wankel. En dan voel je hoe druk verplaatst. Om vervolgens in het midden uit te komen. Draai je hoofd dan voorzichtig rond in een cirkel. Nek is vlak, schouders zijn laag. Voeten staan onder jouw heupen.
Adem dan eens in, rij helemaal op en omhoog alsof je van bovenaf een klein stukje wordt opgetild. En dan spring je in één keer uit naar beneden. Adem in, maak jezelf lang en je swingt. Twee keer en swing. Laatste keer en swing maar uit. Kom dan tot stilstand, rol voorzichtig door op en omhoog en rol je schouders weg naar uit. We gaan naar beneden. Kom lekker liggen op jouw matje. Zo. Vind een plekje die comfortabel is voor je. En dan mag je maar tellen, even lang uit en volledig in rust gaan liggen. Probeer om dat gewicht van jouw lijf te verdelen. Dus je wilt zien dat je van de binnenkant vloeibaar bent. En je bent overal even zwaar. Adem dan nogmaals rustig in, buik is vol en rond. En je adem langzaam ook weer uit. Laatste keer adem in. En je ademt uit. Open jouw ogen, leg maar door op en omhoog. We maken jouw pilates van vandaag iets dynamischer, iets meer playful. Kijk maar eens wat er lukt. Overal opties uiteraard. Spits je voeten. Breng je kin naar de borst. Rijd dan schuin naar voren. En kijk of je de kracht kunt vinden om gecontroleerd omhoog te komen. Lukt dat niet, dan pak je de knieën en begeleid je jezelf omhoog. Recht je rug bovenin, schouders zijn laag. En je rijdt door naar voren. Hoofd belandt tussen je armen, oren langs jouw bovenarmen. En je komt terug op en omhoog met een rechte rug. Dan rol je af met of zonder de knie en je komt weer liggen. Doe maar iets sneller. Rol omhoog, adem in, recht je rug. Adem uit, rijd maar door naar voren. Adem in, recht je rug met lage schouders. En adem uit, rol weer af omlaag. Drie keer, adem in, roll up, recht de rug. Adem uit, rijd maar door naar voren. Adem in, terug omhoog, schouders zakken. En adem uit, toch weer omlaag. Twee keertjes nog, adem in. Adem uit. Adem in. En je ademt daar. Dan jouw laatste keer, adem in. Rijd naar voren en adem uit. Nou luister goed, adem in, recht jouw rug en ontspan je arm. Buig dan je beide benen. Je hielen plaats je in de mat. Betekent dat je voeten geflext zijn. Nou heb ik een beetje losjes, hè? Zo was het niet. Je rug is recht. Hè? Dus probeer te voorkomen dat je gaat hangen. Een mooie, sterke en rechte rug hier. Dan ga je na. Kun je jouw rechterhiel een klein stukje optillen. En weer laten zakken. Linkerhiel maak je los. En je laat hem zakken. Als het zwaar is voor je, of je wil veiligheid creëren, pak dan je knie om te vast. Ook voor je schouders is dat rustiger. Als dit nou goed gaat, twee hielen tegelijk, kijk of dat lukt. Lift op en neer. Lift op en neer. En hou jouw hele houding stil. Je bent een soort standbeeld en alleen jouw benen bewegen. Adem door voor de laatste vier keer. Nog drie keer. Laatste twee. En dan die laatste keer. Na de laatste kom je lekker rondhangen om jouw benen heen. Ontspan je voeten. Zorg dat je de ruimte in je bovenrug tussen je schouders toelaat. Want die ronde rug is de key voor de volgende oefening. We gaan een rol maken in combinatie met balans om jouw billen, om je buik te trainen. Pak je knie op de voorzichtig vast.
Je tapt met jouw tenen op de mat, dus niet met je hielen, de andere kant op nu. Kun je opnieuw je balans vinden door je voeten los te maken. En laat je rug rond worden, kijk naar je borst, row. En je balans weer bovenin. Dus je rolt naar achter en je rolt weer terug omhoog. Nou, als je met jouw voeten de mat aantemt hier voorin, is het helemaal niet erg. Maar de uitdaging is het vinden van je balans zonder dat je die vloer nodig hebt. Dus kun je net op tijd afremmen. Doen we nog 4 keer. En het is maar net waar je op richt. Zijn dat die buikspieren? Of is het die rugmassage? Wat heb je meer nodig? Zeker? En dit wordt jouw laatste keer. Rol terug op omhoog. Zet je voeten maar plat weg. En kom nog 1 keer met die ronde rug hangen om jouw benen heen. Adem in door je neus. En rustig adem je ook weer uit. Laatste keer adem in. En je ademt. Voorzichtig lift je jouw hoofd en je hart en je mag komen liggen op je zij. Onderste arm mag je lang maken en leg je hoofd daarbij op weg. Onderste been is helemaal gebogen en jouw bovenste been plak je daar precies bovenop. Beeld je dan in dat je met jouw heupen en jouw schouders in line ligt, alsof je tegen een muur aan ligt, als een rechte rug. Hand ongeveer voor je navel, zodat je schouder goed laag is. En dan lift je jouw bovenste knie open en weer terug. Lift en weer terug. Lift en weer terug. Nou, je mag je hoofd lekker laten liggen. Ik kom ietsjes omhoog, kan net iets makkelijker naar je licht kijken. Goed. En zorg ervoor dat je jezelf uitdaagt in het openen. Dus hoe hoog kan die lift gaan? Maar zorg er ook voor dat je niet omkantelt naar achteren. Dus je bent opnieuw weer je standbeeld en alleen het bovenste been beweegt. Laatste 4 keer. 3 keer. Laatste 2 maal. En dit wordt jouw laatste keer. Mag je dat been gaan uitstrekken? Zoek maar lengte, spits jouw voet en jouw been ga je kleine stukjes optillen. Lift, lift, lift. Yes. Adem door. En kijk of je echt doorstrekt. Alsof iemand jouw grote teen vasthoudt. Zonder dat jouw lijf heen en weer schuift. En dus je hebt je buik nodig om stil te blijven liggen op jouw mat. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Hou stil op heuphoogte. Buig je been, flex je voet. Stik je been uit, duw je hiel weg, activeer alles. Buig je been, hiel naar je wil en strek hem weer uit. Buig, 2 en lang. 2, buig en lang. En als dit lukt, ga dan eens naar of jouw bovenbeen stilstaat. Dus je laat hem niet bewegen in hoogte. Hem wel activeren. Dus als je twijfelt, wat doe ik nou eigenlijk? Voel maar eens. Voel wat er werkt in jouw been. Waar is er actie? Yes. Laatste 4 maal. Nog 3 maal. Laatste 2 maal. En dit wordt jouw laatste, maar hou hem nog eventjes lang. Breng jouw been een stukje naar voren en weer terug. Naar voren en weer terug. Let op, je rug wordt niet rond als dat been naar voren komt. Yes. Voor en terug. Laatste 2 keer. En jouw final. Alright. Blijf maar even. Misschien wil je losschrijven. Even loslaten. Adem dan in door je neus. En adem rustig ook weer uit.
Goed. We gaan naar de volgende. Twee keuzes. Ik laat hem eerst volledig zien. Als je merkt, dit is het niet voor mij, pak je probleem. Je plaatst jouw elleboog onder je schouder, dus een rechte lijn hier. Kijk dan of je jouw bovenste been achter je kunt wegzetten en jouw onderste been ga je doorstrekken. Voet is geflext. Het gat hieronder is zo groot mogelijk, dus til je taille weg van de mat en je schouder is weg van jouw oor. Mocht je nou last hebben van een schouderblessure of je bent heel erg afgeleid door het bovenlijf, kom dan weer terug liggen en dan volg je de rest met je onder. Goed. Lift jouw been op en weer terug. Lift en weer terug. Nou, jouw bovenste arm is eigenlijk een beetje nutteloos. Dus je kan hem voor je plaatsen, misschien op je knieën of laten hangen. Hij moet voor jou geschikt. Lift en weer terug. Dus til vanuit jouw lies, maar ga niet hangen hier bij je flank. Til hem omhoog en weer terug. Lift op en weer terug. Het is een trotse houding van je kruintje tot je grote teen. Activatie. Laatste 8 keer. 7 keer. Nog 6 maal. 5 keer. Laatste 4 maal, 3, voor 2, en dan kleine stukjes boven, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en voilà. Nou, gaan we vanuit hier meteen de switch maken. Jouw gestrekte been buigt en jouw gebogen been strekt. Duw jezelf vanuit daar maar op en omhoog. En je hebt dus een soort zitje gecreëerd van jouw rechter gebogen been. Armen breng je naar voren, die leg je op elkaar, schouders zijn gedaald. En dan kijk je of je met jouw geflexte voet op links los kunt komen. Als je dan denkt, hé, dat hefboompje, die werkt niet voor mij. Kijk dan of je iets kunt doorhangen, eventueel met een ondersteuning van jouw arm. Schouders blijven laag. Maar door het gewicht te verplaatsen, kan jouw been hoger. Yes. Kleine stukjes liften. Nou, deze is vrij intensief. Je voelt hem direct vanaf de eerste seconde. Dus hij is kort en krachtig. En je mag alles op alles zetten om vol te houden. Voor nog 2 keer 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, voilà. Buig je been maar eens. Leg beide gebogen weg. Klein beetje yoga, maar het stretch is wel lekker. Duw je heupen naar voren en buig recht naar achter. While the keel is long. Alright, klaar voor die andere kant? Goed, kom lekker liggen. Op je zij. Misschien wil je wisselen van kant. Onderste been is gebogen. Onderlijf schuif je, of je bovenlijf, sorry, schuif je door. En je benen plak je op elkaar. Bovenste knie. Lift en daalt. Nou, laat je hoofd lekker liggen. Ik kom een klein stukje op. En daal. Lift en daalt. Nieuw. De eerste focus is helemaal stil blijven liggen. Daarna pas de level uitdagen. Yes. Lift en down. Lift en down. Voor 8 en terug. 7 en weer terug. 6. Voor 5. Laatste 4 maal. 3. Laatste 2 keer. En het is jouw laatste keer. Geef je been maar lengte. Strek je helemaal door. Kleine stukjes. Op. 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 Als je nou denkt, ik lig heel stabiel hier. Ik heb dat onderste been eigenlijk niet nodig voor mijn balans. Dan kun je daar wat meer lengte in creëren. Hoe langer jouw onderste been, hoe meer je core moet werken. Dus willen we dat of niet? 8. 7,
6, 5, 4, 3. Nou, hou je been stil op heuphoogte. Flex je voet en breng je heel achter en lang. Buig en strek. Buig en strek. Nou, voorkom dat je in een routine belandt. Want de beweging met zachte spieren staat niet zoveel voor. Dus je wil echt je heel constant wegduwen. Beel, lengte. Beel, lengte. Buig. En jouw bovenbeen staat nog steeds op dezelfde plaats. Voor 4 keer. 3 keer. Laatste 2. Je weet nu wat er komt. Hou je core sterk. Been is lang. Naar voren. En weer terug. Zorg ervoor dat jouw rug niet buigt. Werken voor die balans. Voor. En weer terug. Naar voren. Laatste 4 keer. 4. En weer terug. Nog 3. En weer terug. Laatste 2 maal. En dan jouw final round naar voren. En weer terug. Goed. Bovenste been plaats je. Duw jezelf wel of niet omhoog. De keuze was aan jou. En opnieuw mag je kiezen. Ellebogen zonder je schouder. Onderste been maak je lang. Voet is geflexed. Lip en down. Op en weer terug. Nou, denk eraan. Dit is zo'n houding waar je heel snel kunt gaan hangen. Om jezelf weer ruimte te geven. Dat doen we dus niet. Dus stel je maar voor dat je hier omhoog wordt getrokken. Het gat onder je lijf is groot en geactiveerd. Op en weer terug. Laatste 8. 7. 6. Het is je schouder van jouw oor vandaan. 4. 3. Laatste 2. Kleintjes boven, komt ie. 8, 7, 6, 5, nog 4, 3, 2. We pakken hem door. Lange been, buig je. En jouw gebogen been, die strek je. Duw jezelf door op en omhoog. En strek jouw armen trots naar voren, voor jouw hart. Kijk of je jouw buik en rug zo kunt doorstrekken en kunt activeren. Dat je jouw been kunt optillen. Lukt dat niet, kom je ietsjes hangen of je op je steun naar de zijkant. Lift, lift, lift. Alles wat je hebt in deze kleine, korte, maar intensieve lift. Adem door. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en 1. Buigen. Plaats je linkerhand en stretch. Keel is lang, heupen naar voren. Adem en door je neus. En adem ook weer uit. Voorzichtig kom je terug omlaag. Kom maar zitten op jouw billen. We gaan afsluiten met wat stretches. Voeten sluiten. Knieën vallen naar buiten, handen op jouw enkels. En je swingt jouw knieën even los. Adem maar door. In door je neus. En je ademt ook weer uit. Adem rustig in. En kom dan weer tot stilstand. Je mag jouw benen uitstrekken in de breedte. Nou, breedte is een vrij begrip. Het kan zijn matjesbreedte. Het kan ook zijn dat je denkt, hé, vandaag is mijn dag. We hebben veel geopend in dat heupgebied, bij je liezen vooral. Kun je wellicht nog ietsjes verder openen. Let erop dat jouw rug wel recht is. Dus eventueel kantel je bekken verder naar achter. Duw je billen naar achter. En spits jouw voeten aan. Yes? Dus we willen even nog één keer lengte.
Plaats dan jouw rechterhand in de binnenzijde van jouw been. En je ademt die rijk maar door op en omhoog. Hou daar bovenin vast. Alsof iemand jouw klein stukje lift van bovenaf. En ontstaat alle lengte hier bij jouw flank. Kun je dan op jouw volgende uitademing een mooie buig maken naar de zijkant. Ruimte tussen jouw ribben, adem in. En je ademt uit. Voorzichtig kom je terug omhoog en je wisselt. Plaats jouw linkerhand maar. Adem in, rijk op en omhoog met rechts. Lengte eerst. Maximaal ruimte bij jouw flanken. En als je dan uitademt, dan duw je vanuit daar naar buiten. Dus het gaat er niet om of je naar je voet kunt. Het gaat erom dat er ruimte ontstaat hier. En kun je dan verzachten, kun je smelten met jouw onderste rib naar je heup. Nog een keer adem in, ruimte hier. En adem uit, verzacht hier. Laatste keer, adem in. En uit. Open. Goed. Mag je schouders een paar keer wegrollen naar achter. Als de spanning in jouw benen genoeg is, mag je ze vastbuigen. Beide handen komen samen voor jouw hart. Prayer hands. Alle vingers precies op elkaar. Adem maar in, reach up, zoek maar uit. En beeld je dat je je hart helemaal open zet, naar voren. En je ademt uit, je handen dalen terug tot voor jouw hart, kin naar je borst. Nog een keer, adem in, lief maar op en omhoog. En je ademt uit, handen dalen. Handen zijn samen voor je hart. Trots op jezelf dat je tijd hebt gemaakt voor jou vandaag. En vast tot snel. Namaste.